U luistert naar Business Club Radio en mijn gast vanavond is Arnold Burger. Hij is directeur van een hele grote vleesfabriek in Veenendaal. Ja, de naam mogen we niet meer zeggen, want we zijn tenslotte een publieke omroep. Arnold, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat jullie toekomst eruit ziet. Want je zegt dat je zo gaat groeien. Hoe ga je dat vormgeven? Dat gaan we vormgeven omdat er nu ook gewoon meer geld beschikbaar komt bij de consumenten. Ze worden ook meer uitgegeven, om een voorbeeld te geven. Er zijn mensen die vaker uit eten gaan. Maar niet alleen vaker, ook beter. We hebben een tijd gehad dat iedere horecaonderneming snel geld wou verdienen. De kwaliteit minder in het oog had. We zien juist nu de enorme verschuiving naar kwaliteit. Ja. Dus als mensen uit eten gaan, willen ze echt ontzettend verwend worden. Dan moeten er goede wijnen zijn. Stukje vlees. Goede service en goed vlees. Ja. En daar zijn wij van. Wij importeren juist heel veel hoogwaardig vlees. Nou, dat gaat naar de horecaondernemingen in heel Europa. En vanuit daar zien we nog veel groeimogelijkheden om juist die niche-markt, we praten niet over de industrie, maar juist de niche-markt, daar heel veel te groeien. Ja. En hoe ga je dat dan realiseren? Want wie zijn jullie afnemers dan? Onze afnemers zijn grote horeca-groothandels in heel Europa. Hoe gaan we dat dan, in dit geval, hoe gaan we dat realiseren? Onder andere door veel te bezoeken, door veel afspraken te maken over de toekomst, maar ook mee te denken in concepten. En wij hebben eigen merken, die dus niet verkrijgbaar zijn bij collega's. En juist die merken willen wij meer promoten in mooie horeca-groothandels door heel Europa heen. En of het nou Zweden is, of het nou Griekenland is, of dat het nou Cyprus is. Overal is horeca en ieder op zijn eigen niveau. Jullie hebben je eigen merken? Wij hebben onze eigen merken, ja. En die zijn dan ook zeg maar in allerlei campagnes en noem maar op. Worden die overal geadverteerd en wordt markt gecreëerd? Ja, inderdaad. Er zit een heel marketingconcept zit daarachter. En als wij hier bij lokale horeca-groothandels naar binnen zouden lopen en je zou ons merk kunnen zien. Ja, dat is mooi. Het is leuk om zelf terug te zien. Mm-hmm. Maar het moet herkenbaar zijn door hoge kwaliteit en door continue dezelfde kwaliteit. En dat is heel belangrijk. Ja. Nou, daar wil ik straks nog even iets meer over horen. Nu een nummer wat ik eigenlijk zou moeten inkorten, omdat het lang is. Maar dit is zo mooi, daar gaan we natuurlijk niet inkorten. We gaan even genieten van Paolo Nutini met Iron Sky.